Mijn naam is Mandela WW. Ik ben acteur en ik speel in De Terugkeer van de Wespedief. Vanaf 22 maart nieuwe Nederlandse films. Hij is bang voor je. Ik was een lul. Echt een verschrikkelijke klootzak. Ik ben eigenlijk helemaal niet van het pesten. Daar hou ik echt niet van. Ik zou eerder degene zijn die voor hem opkwam. Ik zou mezelf meer identificeren met Simon. Blijf jij dan maar gewoon zo'n vriend. Maar wel als in dat Vincent probeert een nieuwe start te maken met zijn leven door een vergeving te vragen. Ja. Het gaat om het opnieuw beginnen, weet je wel. Iets afsluiten, het verleden achter je laten. Dat herkent volgens mij ieder mens op een bepaald punt in zijn leven. Ik doe toch mijn best. Hoe dan? Vincent, ik ben investeerder. Voor mij vertelt ook weer hoe destructief het kan zijn voor mensen, het pesten. Laat me jullie helpen. Vooral de mensen die het ondergaan, de slachtoffers. Ik wil het niet! Hij is bang voor je. Maar ook de pestkop. Ik was een lul. Blijf liggen! Echt een verschrikkelijke klootzak. Beide partijen blijven in een soort, ja, iets gevangen waar ze dan de rest van hun leven toch mee moeten dealen en dat heel veel invloed op ze heeft. Was die man op de spoorwegovergang misschien zijn beste vriend? Wat ik heel gek vond is om te merken wat er in je loskomt. Zo'n onrechtvaardigheidsgevoel voor die persoon die gepest wordt. Maar ook voor jezelf, weet je wel. Dat je denkt van wow, ik probeer iets goeds te doen en dan keert dat zich tegen mij. Hé, hey, kijk uit! Jezus, waarom niet vandaan? In deze tijd zeker waarin wij zo hard zijn tegen elkaar is het heel goed om dit te gebruiken als inspiratie van hey, het begint ook heel vroeg iemands leven, iemand kan getraumatiseerd zijn. Dus let op je woorden, je hebt het recht om te zeggen wat je wilt. Een beetje plaag is goed, een beetje zelfspot is goed, zelfrelativering, maar hou rekening met elkaars gevoelens. Ga naar npo3.nl/nieuwefilms.